Mijn naam is Vincent van der Vinnen. Ik ben historicus en ik heb me in mijn vak altijd gespecialiseerd op de geschiedenis van auto's, de automobiliteit, met name in ons eigen land. En daarnaast heb ik, toen ik mijn eindscripties had gedaan op de universiteit en een leraaropleiding over de opkomst van de auto tot 1940, was mijn eerste onderzoek de opkomst van de elektrische auto in Nederland. En dan praat ik over het begin jaren 90. En toen was ik destijds de eerste die zich met het onderwerp bezighoudt. En nu, pakweg 25 jaar later, is het voor het eerst dat ik daar een lezing over ga houden. Dus het heeft even moeten duren. Ik kijk vandaag naar de elektrische auto. En dat doe ik vanuit een begrip, het bestaand en het veranderend referentiekader. En wat bedoel ik nou met het referentiekader? En het referentiekader is hoe je vanuit het gebruik tegen een bepaald product aankijkt. Wat is de norm, om zo maar te zeggen? En ik heb als voorbeeld twee dingen bij me. Het is een oude Nokia uit de jaren 90 en een smartphone. En die hebben een totaal ander referentiekader. Met deze oude Nokia, daar konden we mee bellen en sms'en. En hier kun je niet alleen mee bellen en sms'en. Maar je kunt er veel meer mee. Je kunt er ook mee internetten, films opkijken, van alles. Dat betekent dat deze een heel ander referentiekader heeft dan deze. En dat geldt ook voor de kosten. In deze tijd was bellen duur en het toestel was ook relatief goedkoop. En in deze is bellen eigenlijk niet meer interessant. Het gaat met name om je data. Dus een totaal ander referentiekader. En zo gaan we ook kijken naar die auto. Maar voordat we dat doen, kijken we eerst even terug naar een paar eeuwen geleden. Dit is een schilderij uit de 17e eeuw. En het deel daarvan dat laat het vervoer op landwegen zien. En het gebruik van een paard, dat was destijds het snelste vervoermiddel waarmee je over land kon verplaatsen. Maar wat was dan het referentiekader van zo'n paard? En als we dan kijken naar het paard, dan moeten we zeggen dat het paard dat had een, voor ons huidige begrip, een beperkte snelheid. Van pakweg lopend 5 km per uur naar een matige draf van pakweg 15 km per uur. En een paard kon je ook maar een aantal uren inzetten. En dat betekende dat ook je actieradius van een paard, naar huidige begrippen, beperkt was. Pakweg een 25 tot 30 km. En als je dan het paard had ingezet, dan moest hij vervolgens weer opladen. Het beestje moest weer energie opdoen en dat betekende dat hij uitrusten moest. Een hele nacht, 8 uur, was heel gebruikelijk dat een paard moest bijtanken. En wat ook heel belangrijk was, is dat er een koppeling was tussen grondgebruik en mobiliteit. Want als je een paard gebruikte, dan moest hij natuurlijk ook eten. En om het paard te voeden, had je ongeveer 1 hectare nodig. En voor die 1 hectare kon je ook 8 volwassen mannen te eten geven. Dat betekende dus ook dat je niet zomaar bij economische groei 100.000 extra paarden erbij kon zetten. Want als je 100.000 paarden erbij zette, had je ook 100.000 hectare nodig om die beesten te voeren. Dus er was een koppeling tussen grondgebruik en mobiliteit. De omvang van mobiliteit, de inzetbaarheid van paarden. En dat werd doorbroken door de komst van de stoomtrein. De stoomtrein was oorspronkelijk bedoeld als een vervanger van het paard in het slepen van karren. Maar wat was dan het referentiekader van de stoomtrein? Was dat een vervanging van het paard of ontstond er een vernieuwing, een nieuw referentiekader? En er was er sprake van vernieuwing. Want die stoomtrein die kon een veel hogere snelheid bereiken. En die kon je ook veel langer gebruiken. En daardoor was de actieradius ook veel groter. En als vervolgens de steenkolen op waren, dan kon je er nieuwe steenkolen bij gooien en nieuw water. En je kon weer verder. En dat betekende dus ook door het gebruik van fossiele energie dat er een ontkoppeling plaatsvond tussen grondgebruik en mobiliteit. En dat was voor het eerst in de geschiedenis. En door die ontkoppeling, dus de onbeperkte beschikbaarheid van steenkolen, kon ook de mobiliteit heel sterk toenemen op landwegen en zeker naarmate de kosten daalden. Maar als we dan kijken naar het individuele vervoer, dus met een paard en wagen, bleef alles bij hetzelfde.
Men bleef nog steeds gebruik maken van een paard en een rijtuig. En dat stuitte op een gegeven moment op grenzen. Want er werden steeds meer paarden gebruikt. Als we praten bijvoorbeeld over de stad New York, dan hebben we het over ruim 300.000 paarden in de stad. Steden als Londen en Parijs, honderdduizenden paarden. En ook Amsterdam kende vele stallen met vele paarden. En dat betekent dus dat je veel dieren moest voeden. Maar het betekent ook een hygiënisch probleem. Want in die stallen liet hij de paarden ook hun mest vallen. En dat kwam ook in de straten terecht. En als het dan droog weer was, dan verpulverde dat. En dan kreeg je dus besmettelijke ziekte. Dus het gebruik van paarden stuitte op grenzen. En toen verscheen, rond 1890, iets daarvoor, maar 1890 een praktisch exemplaar, verschenen de eerste auto's. En ook die auto's die konden de koppeling tussen grondgebruik en mobiliteit doorbreken, omdat ze reden op fossiele brandstof. En daarmee waren ook de mogelijkheden oneindig. En als we dan praten over de grootste markt in de wereld, dan was dat de Amerikaanse markt. Amerika telde rond 1900 zo'n 20 miljoen paarden. En in 1900 reden er zo'n 8000 auto's in Amerika. En pakweg 30% daarvan was stoom aangedreven. En het nadeel van een stoomauto was dat je niet alleen de stoommechaniek moest bedienen, maar ondertussen ook nog moest gaan rijden. En bijvoorbeeld in Europa moest je daardoor, of in Nederland moest je daardoor een stoomvergunning hebben. Een andere mogelijkheid, dat was een benzineauto, zoals deze Oldsmobile. Het nadeel van een Oldsmobile of van zo'n benzineauto was, die reed natuurlijk op benzine, maar dat was ook niet altijd even betrouwbaar. Het was wat storingsgevoelig. Je had te maken met olie, je had te maken met smeer. Dus het was ook niet echt een hele schone auto. En het maakte ook nog lawaai, want dat was natuurlijk van plof, plof, plof. En het beste vervoermiddel om je te verplaatsen, dat was de elektrische auto. En daarvan waren er pakweg 40% van die 8000. En we zien al, hier zit een dame in prachtige kledij. De andere twee, daar zaten heren in. De elektrische auto was gemakkelijk te bedienen. Hij was schoon. Hij was geruisloos. Had alle voordelen. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld Nederland, dan telde Nederland in het jaar 1900 pakweg 260 auto's. En verreweg de meeste daarvan waren allemaal benzineauto's. Een enkel exemplaar was elektrisch aangedreven. En waardoor kwam nou het verschil tussen Amerika en Nederland? En dat had onder andere te maken met de infrastructuur. In het noordoosten van Amerika, in de grote steden, daar had de toepassing van elektriciteit al zijn intrede gedaan. In huizen te verlichten, om liften naar boven te brengen, elektrische trams. Dus er was al een elektrificatie, had daar al plaatsgevonden. Men had een voorsprong. En dat gold niet voor Nederland. Wij liepen achter. En ook een aantal andere landen. We liepen achter op Amerika. En daarnaast was ook nog de infrastructuur van de wegen. Wij hebben hier de Romeinen gehad, in het zuiden. En daarna Napoleon. En die hebben gezorgd voor goede wegen. Relatief goede wegen. En dat maakte dus al mogelijk dat er bijvoorbeeld een Nederlander was die in... laat ik zo zeggen, dat er in 1898 al een wegwedstrijd werd gehouden van Parijs naar Amsterdam en weer terug. En dat 2 jaar later een Nederlander op vakantie ging naar Zwitserland met zijn auto. In Amerika, tussen de grote steden, lagen geen goede wegen. Dus in Amerika waren die auto's toegewezen op de binnensteden. En dan mocht met een beperkte snelheid worden gereden. En dat was ideaal voor die elektrische auto. Maar als we dan praten over die elektrische auto en die benzineauto, en we kijken naar de paarden, was er dan sprake van een vervanging of was er sprake van een vernieuwing van het referentiekader? En als we dan kijken naar de elektrische auto, dan was het in feite een vervanging. Want hij had hetzelfde referentiekader als een paard en ruiter. Want hij had ongeveer dezelfde snelheid. Had ongeveer dezelfde gebruiksduur. Dezelfde actieradius. En een lange oplaadtijd. Pakweg 8 tot 10 uur. Dus in die zin was het gewoon hetzelfde referentiekader. Geen vernieuwing. En als we dan kijken naar de benzineauto, die bracht een vernieuwing in het referentiekader. Want de benzineauto kon vanaf het begin kon die sneller. Hij kon verder rijden. Had daardoor een grotere actieradius. Hij kon langer achterheen rijden. En als je benzinemotor of je benzine op was, dan kon je een paar jerrycans meenemen.
en je kon weer de benzine toevoegen en je kon weer verder rijden. En dat betekende dat men al in 1907 met deze spijker 14, 18 pk van Peking naar Parijs kon rijden. Een afstand van pakweg 12.000 kilometer, als ik het goed heb. Toch maakte die elektrische auto tussen 1910 en 1920 nog even een opleving door. En het was in Amerika met name als tweede auto erbij. De elite had al een benzineauto en daarnaast kocht men nog een tweede auto erbij voor het aangename en comfortabele vervoer in de grote stad. En het wordt ook wel eens een damesauto genoemd. Maar deze carrosserie van deze auto, deze Detroit Electric, is kenmerkend voor de elektrische auto's van toen. Het wordt ook wel een opera coupé genoemd. En ook in Duitsland en in Nederland maakte de elektrische auto nog kort een opleving mee, met name als taxi, als bedrijfswagen. En in 1914 waren er pakweg 600 auto's in Amsterdam en zo'n 70 elektrische auto's, zoals deze A-tax. Daarbij moet ik wel opmerken dat er op dat moment, in 1914, meer benzineauto's als taxi werden gebruikt. Maar toch was in Amsterdam pakweg 15% van het wagenpark elektrisch aangedreven. Gedurende de jaren 20 verdwijnt de elektrische auto naar de achtergrond. De benzineauto die gaat het helemaal maken. En in Nederland wordt die met name zakelijk gebruikt. De auto's worden goedkoper, ze worden comfortabeler en ze worden bereikbaar voor de zakelijke markt, de bovenlaag van de zakelijke markt. En dan neemt het aantal auto's neemt ook sterk toe. In 1914 hadden we pakweg 4000 auto's, in 1920 ongeveer een 8000 en in 1930 praten we over 60.000 auto's. En naarmate die auto's steeds meer verbreid raakten, moest ook de infrastructuur daarop aangepast worden. En een aanpassing van de infrastructuur die stimuleerde weer het gebruik van de auto. En dat gold bijvoorbeeld voor het netwerk van benzinestations. Dat men onderweg in steden, maar ook ergens onderweg langs een route, kon men tanken. En de wegen werden vanaf 1926 verbeterd en later ook nieuw aangelegd, zoals hier de A13 bij Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog ging de groei van het autobezit door. Auto's werden steeds goedkoper, het aantal nam toe en in 1970 praten we over 2,7 miljoen. De sky leek de limit, de elektrische of de benzineauto leek het helemaal te hebben gemaakt. Maar dan kreeg je in de jaren 70 ontstaan er kleine barstjes in het referentiekader van de auto, van de benzineauto. Dat zijn namelijk de oliecrisis van 1973 en 1979. De veronderstelling dat aardolie overvloedig is en altijd goedkoop zal blijven, dat komt even onder druk te staan. En de industrie die reageert daarop. Fiat komt bijvoorbeeld met de elektrische Panda. Maar ook bij Volkswagen worden elektrische auto's ontwikkeld, net als bij enkele andere Europese fabrieken. Maar de auto's zijn weinig succesvol. Deze Fiat Panda kost ongeveer 3 keer zoveel als de gewone benzinetegenhanger. Je kon er ongeveer 80 km per uur mee rijden en 100 km was het maximum. En dan moest die auto weer 8 uur opgeladen worden. En dit was dus een doodlopend traject op dat moment. En in plaats daarvan richtte de industrie zich op andere besparende maatregelen. Auto's werden bijvoorbeeld meer gestroomlijnd om een gegeven moment de luchtweerstand te verlagen. En men richtte zich op de motorentechniek. Zuinige motoren, vierkleppentechniek, brandstofinjectie. Alles werd in het werk gesteld om die auto's zuiniger te maken. Gedurende, laten we zeggen, vanaf 1900 tot de jaren 80 is het referentiekader van de auto voortdurend veranderd. Dat is nooit hetzelfde gebleven. Als we bijvoorbeeld kijken naar 1900... dan zaten de arbeiders, die hadden geen fiets, dat konden ze niet betalen. Het was de middenklasse, de hogere middenklasse en elite die zich een fiets kon veroorloven. In de jaren 30 hadden de arbeiders wel de beschikking over de fiets. Die was inmiddels betaalbaar geworden. En dan kreeg je in de midden jaren 60 dat ook de auto voor de grootste groep van de Nederlanders bereikbaar wordt. En dat zijn kleine auto's, goedkope auto's. Dit is bijvoorbeeld een NSU,
Maar denk ook bijvoorbeeld aan een Fiat 600 of een kleine Renault en dat soort auto's. Het referentiekader van deze auto is natuurlijk totaal anders dan het referentiekader wat we nu hebben. Qua snelheid en qua gebruiksmogelijkheden. Dit was een auto waarmee je op een zondag een stukje ging rijden. Vandaar ook het begrip zondagrijders. En in de jaren 80 werden de auto's groter en ze werden sneller en ze werden zwaarder. En ook dit is een auto, laat ik zeggen, voor de gewone man. Door de toename van het aantal auto's in ons land na de Tweede Wereldoorlog, dat had tal van gevolgen. Niet alleen voor de auto's, maar ook voor de hele infrastructuur en de inrichting van ons land. Het feit dat mensen over een auto gingen beschikken, maakt het mogelijk om forense steden verder te ontwikkelen en steeds groter te maken en ook steeds meer. En na de forense steden kregen we uiteindelijk ook de Phoenix-locaties. En het maakte mogelijk om elders te gaan werken. En met name de bedrijven, die gingen richting de bedrijvenparken langs de snelwegen. In heel het land zagen we een toenemende spreiding van wonen, werken en recreëren. En dat was niet alleen dus zo in de fysieke inrichting van het land. Maar ik hoorde straks iemand die vertelde, het feit dat hij een auto heeft, maakt hem ook flexibel met zijn baaninzet. We kunnen dan een aantal jaren hier werken en vervolgens een aantal jaren daar werken. En dat is mogelijk gemaakt dankzij de auto. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de schaalvergroting in het bedrijfsleven. Nijmegen had rond 1990 nog een aantal meubelzaken in de binnenstad. Die zitten nu allemaal op de meubelboulevard of we gaan naar IKEA met de auto. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kleine kruidenier om de hoek die verdwenen is. En we gaan naar een XXL Albert Heijn. Met de auto. In de jaren 90 was daarentegen de olieprijs spotgoedkoop. In heel de geschiedenis was, als je kijkt naar gecorrigeerd naar inflatie, olie niet zo goedkoop. En dat had opnieuw gevolgen. Wij als consumenten wilden graag grotere, sterkere, snellere auto's. En een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van zo'n SUV uit de tweede helft jaren 90. En vele anderen zouden daarna volgen. De snelheid werd verhoogd en moesten auto's begrensd worden op 250 km per uur, terwijl we er bijna nergens in de wereld mogen rijden. En dan neemt het aantal auto's ook weer heel sterk toe. We praten over ruim 6 miljoen in 2000. En 1 op de 5 huishoudens die heeft 2 auto's, waarbij de een 's morgens de ene kant op gaat en de ander 's morgens de andere kant. Maar gedurende die tijd komt er langzaam toch weer een ander breukje in het referentiekader van de auto. En dat is de CO2-uitstoot en de dreiging van het klimaatverandering. Er wordt al vanaf 1938 in literatuur aandacht aan besteed. En zo'n beetje in de jaren 60, 70 ontstaat de consensus onder de klimatologen dat er wat aan de hand is. En dan kreeg je in 1992 de klimaatconferentie in Rio de Janeiro, waarin landen afspreken dat ze iets zullen doen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, om daarmee een verandering van het klimaat tegen te gaan. En vervolgens kreeg je in 1997 kreeg je de klimaatconferentie in Tokio of Kyoto, waarbij daadwerkelijk wordt afgesproken om die CO2-uitstoot te verminderen. En dat is hetzelfde jaar waarin Toyota met de Prius komt. Een eerste hybride auto. Speciaal ontworpen als hybride auto om daarmee brandstofverbruik te verminderen. Dus geen bestaande auto waar ze iets aan toevoegen, maar echt een nieuw concept wat op de markt wordt gezet. Een ander keerpunt, dat is de film van Al Gore en het boek wat hij daarbij heeft uitgegeven, The Inconvenient Truth. Hij stelt daarbij heel helder in beeld de stijging van de CO2-uitstoot in de atmosfeer, de toename daarvan en de veranderingen die dat heeft tot gevolg heeft voor het klimaat. En dat is een eye-opener voor een heleboel mensen. En dat wakkert dan de belangstelling voor de elektrische auto weer aan. Nou, en dan komt dan Tesla met een kleine sportwagen, een speeltje voor de rijken. Maar toch, het begin is er weer. En bijvoorbeeld ook de Lotus wordt in die tijd dan ook omgebouwd naar een elektrische auto.
In 2009 verschijnt dan een toepasbare auto, de Nissan Leaf. En het is hetzelfde jaar waarin e-laad wordt opgericht, waarin gewoon, ik dacht in Amsterdam, de allereerste laadpaal wordt gezet. En waarin de verwachting is dat die elektrische auto's een grote toekomst gaan hebben. Dat wordt nog eens een keer versterkt door een ander probleem. Dat is namelijk de langzaam oplopende olieprijs. Want vanaf 2000 neemt die olieprijs heel langzaam toe. En in 2008 hebben we een olieprijspiek en in 2012 nog een keer. En ook dat roept de verwachting op dat op een gegeven moment dat we iets moeten gaan doen. En de verwachting is ook, bijvoorbeeld van het Internationaal Energieagentschap, dat de olieprijs schaarser zal worden en nog verder in prijs zal gaan oplopen. Maar die verwachtingen in 2009, in 2020, een miljoen elektrische auto's, dat komt niet uit. Begin dit jaar hadden we 45 en ik kreeg net de update dat we nu op bijna 70.000 zitten. Maar het is nog geen miljoen. En dat heeft te maken met het bestaande referentiekader van die benzineauto. Die is dominant. En dat wordt met name gevormd, die dominantie referentiekader, door de extremen wat we ermee kunnen. Kijk, we kunnen er 250 mee rijden. Dat kan. We kunnen er ook mee naar Zuid-Duitsland rijden. Vervolgens staan we bij min 15 in de file bij de Tauentunnel. En daar staan we 3 uur langzaam voort te pruttelen. En als we er doorheen zijn, dan rijden we nog een keer 3 uur verder naar onze fictieve vakantiebestemming. Dat is mogelijk met zo'n auto. Of we hangen er een 6 meter lange caravan achteraan. En we rijden er in 2 dagen mee, of de liefhebber misschien zelfs in 1 dag, als je echt extreem wilt doen, rijden mee naar Zuid-Frankrijk of naar Toscane. We zijn ook gewend dat die auto's heel goedkoop zijn. De helft van ons wagenpark bestaat uit auto's die 10 jaar en ouder zijn. En een beetje oude auto's, zoals bijvoorbeeld hierbij, die koop je voor 2000 euro en je kunt er nog een 5-6 jaar mee gaan rijden. Benzineauto's zijn spotgoedkoop en nog nooit zo goedkoop geweest. Tuurlijk, we proberen de elektrische auto te stimuleren met fiscale maatregelen. Maar die benzineauto die levert jaarlijks 16,5 miljard aan fiscale opbrengsten op. En dat is een behoorlijke som. Uitbreiding van de elektrische auto, of het toename daarvan, betekent ook dat geïnvesteerd moet worden in laadpalen. En niet alleen dus in laadpalen, maar ook in het onderliggende netwerk. En wat als je dan die energie nodig voor de elektrische auto echt schoon wil hebben? Dus niet uit de kolencentrale, maar van een windmolen en van zonnepaneelparken. Of op je eigen huis. Dan heb je daar wel ruimte voor nodig. En als je daar ruimte voor nodig hebt om dan die elektrische auto's aan de gang te brengen, dan herstel je in feite de koppeling tussen grondgebruik en mobiliteit. En bovendien, elektrische auto's is niet de enige transitie. We gaan ook van het gas af. En dat betekent misschien wel massaal de toepassing van warmtewisselaars. En omdat het vanwege die klimaatverandering wat warmer wordt, gaan we in de zomer de airco's er tegenaan gooien. Als we kijken naar de huidige situatie, dan is die benzineauto gewoon dominant. Je zou kunnen zeggen, als je dan kijkt naar de gebruiksmogelijkheden, dan is die superieur. En de elektrische auto, was je excuse, maar is in dat opzicht inferieur. Betekent dat dan dat die elektrische auto geen toekomst heeft? Absoluut wel. En daarvoor heb ik het beeld van Achilles. Uit het verhaal van Homerus was Achilles een onoverwinnelijke krijger. Niemand was zo sterk, zo goed, zo geweldig als Achilles. Maar hij had 1 zwakke punt, want hij was gedoopt door zijn moeder in de rivier. En dat was zijn zwakke punt en dat was zijn hiel. En toen dus hij getroffen werd door een pijl in zijn hiel, stortte hij ter aarde en het was afgelopen met Achilles. En dat geldt ook voor de benzineauto. Die heeft ook een Achilleshiel. En dat is namelijk de uitstoot van CO2. In Parijs in 2015 is afgesproken dat de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen. Dat geldt ook voor de transportsector.
En reagerend op dat besluit hebben de overheden al een aantal overheden aangekondigd dat ze de verkoop van benzineauto's in de toekomst gaan verbieden. Reagerend op dat besluit heeft een aantal autoconcerns aangekondigd in de toekomst geen benzineauto's meer te zullen produceren. Maar als je dan praat over de korte termijn, elektrische auto, benzineauto, is er dan een vervanging? Wordt de benzineauto vervangen door de elektrische auto? Of is er sprake van een vernieuwing? Als er namelijk sprake is van een vervanging, dan betekent dat dat de elektrische auto het referentiekader van de benzineauto moet gaan overnemen. Net zo snel, net zo zwaar, net zo groot, net zo actieradius, enzovoort, enzovoort. Als je praat over een vernieuwing, dan zal de elektrische auto een eigen, nieuw referentiekader gaan vormen. Namelijk door hoe ermee omgegaan wordt en hoe die aanwezig is. En dat kan bijvoorbeeld betekenen, omdat de elektrische auto gebruik maakt van schaarse metalen, dat je niet de 65 miljoen auto's per jaar kunt maken die nu gemaakt worden. En dat kan dus betekenen dat elektrische auto's relatief duur zullen blijven. Volkswagen heeft wel aangekondigd dat ze er een hard hoofd in hebben dat er straks net zulke goedkope auto's zullen komen als dat er nu op de benzinemarkt verkrijgbaar is. Het verhaal van de benzineauto is dat die auto's steeds sneller, steeds groter, steeds zwaarder werden. Dat is de trend geweest. Misschien krijgen we zometeen een trendbreuk. Dat elektrische auto's, juist om heel zorgvuldig met grondstoffen en met energie om te gaan, kleiner zullen gaan worden. Misschien krijgen we minder auto's. Misschien gaan we meer auto's met elkaar delen. En het gebruik kan ook veranderen. Dit is de jaren 50 en toen men gewoon het gewend was om met de fiets naar het werk te gaan in de steden. Staat ons dat zometeen ook te wachten? Is die elektrische auto of de auto straks in de binnenstad iets wat ongewoon is? En gaan we massaal met de elektrische fiets naar ons werk? Dat betekent wel weer dat die scheiding en spreiding van wonen, werken en recreëren, dat het zal moeten terug worden gedraaid. Ook het gebruik kan veranderen. Misschien gaan we de elektrische auto helemaal niet in de binnensteden gebruiken. Alleen maar op de regionale wegen. En dan gaan we internationaal op de grote afstanden met het openbaar vervoer afleggen. En misschien gaat de snelheid omlaag. Dankzij die goedkope benzine is die snelheid voortdurend verhoogd. Van 100 km per uur naar 120. Na een paar jaar terug 130. Het is misschien veel verstandiger om die snelheid meer ideaal te maken en daardoor terug te brengen. Hoe dan ook, de auto zal wel blijven. Maar ik ben ervan overtuigd dat het referentiekader met de introductie en met de verdere verspreiding van de elektrische auto, dat het referentiekader zal gaan veranderen. En daarmee wil ik mijn lezing graag besluiten en u bedanken voor uw aandacht.